Het is dé tijd voor Zoete Zomerdate. En dat doen we natuurlijk fris en fruitig, van top tot teen en alles wat daartussen zit. En in deze serie, Hygiëne zonder gêne, ga ik in de badkamer snuffelen bij een aantal leuke meiden. En deze keer ga ik op bezoek bij Laura. Want ik heb namelijk begrepen dat zij een hele spannende date heeft vanavond. En ik ben heel benieuwd hoe zij zich hier op het gebied van hygiëne voorbereidt. Laura, je hebt al 6 jaar een vriend. En hoe is het nou om een Spanjaard als vriend te hebben? Ja, heel leuk. Soms wel een beetje intens, want ze zijn erg temperamentvol. Maar... En als je kijkt naar verschillen, Spanje-Nederland, zijn er dingen dat je zegt, nou dat kunnen Nederlanders wel echt leren van Spaanse mannen, Spaanse vrouwen, misschien specifieke vrouwendingen? Ik denk iets minder plannen wel. In Spanje bel je op de dag zelf op van wie komt er naar mijn huis en that's it. Dus dat is denk ik wat grootste verschil. En als je in Spanje bent, zijn er dan dingetjes die je mist uit Nederland? Ik vind dat Nederlanders echt kunnen genieten van het leven als het gaat om... Als de zon schijnt, dan genieten we ook echt van die zon. Ja. En als het regent, dan kunnen we ook lekker knus binnen gaan zitten met een dekentje en daar ook van genieten. En lekker klagen. En lekker klagen, dat wel. Doen ze dat in Spanje ook? Nee, in Spanje zijn ze totaal niet met het weer bezig, want daar schijnt gewoon de zon bijna altijd. Dus dat hoeft natuurlijk ook niet. Nee, klagen ze misschien ook andere dingen. Ja. Over een zwetende doos. Een zwetende doos. Want qua verzorging, is dat anders? Ja, niet normaal. Ik had om de havenklap een schimmelinfectie in Spanje. En dan zat ik weer bij de gynaecoloog en dan zei ze... Ja, dat komt door die schurende, natte bikinis die je de hele dag aan hebt op het strand. En die hitte, dat gaat lekker broeien. Wat deed je daar dan aan? Ja, dan ging ik maar gewoon weer naar de farmacia voor een kuurtje. Farmacia? Ja, naar de apotheek. Wat is het Spaanse woord voor poes, flamos, hoe noem jij het? Meerdere woordjes. Chocho vind ik wel het leukste woord. Dat is Beetje ondeugend klinkt dat. Ja, maar het kan ook, je kan het ook gewoon vagina noemen. Ah, ja. Dus dat lijkt me een keer. Woord. Vagina. Hey, en vanavond heb jij een date met jouw lover. Yes. Wordt er nou in Spanje anders gedate dan in Nederland? Qua uiterlijk wordt er denk ik wel meer uitgepakt. Dus je ziet veel meer daar de mannen in een nette broek met een overhemdje, een nette schoenen. Vrouwen, rode lippenstift, smoky eyes. Dat kan gewoon allemaal samen. En in Nederland is het denk ik toch wel wat meer casual als je een wijntje of zo gaat drinken in de stad. Dus dat verschil merk je wel. En ik denk veel spontaner dus weer. Dus ga je vanavond met me op date in plaats van volgende week zaterdag. Precies, ja. En vanavond ga je dan helemaal uitpakken? Ja. In je look? Of? Echt op je Spaans, ja. Ja. Rode lippenstift, een beetje smoky eyes. Ik ga er helemaal voor. Ik ben heel benieuwd hoe mannen hierover denken. Vind je het leuk als een vrouw opgedirkt is of zie je haar liever casual? Opgedirkt wel leuk. Het is toch mooi als iemand een beetje best voor je doet ofzo, ja toch? Ik heb er niet een voorkeur voor, ik vind allebei wel leuk staan. Vind ik persoonlijk niet dat je voor mij hoeft op te tutten, maar vrouwen vinden dat over het algemeen wel leuk. Als je op date gaat, doe je toch altijd wel misschien iets extra je best om er gewoon er leuk uit te zien. Of... Casual kan je juist veel beter staan dan helemaal opgetut. Moet je nog douchen of heb je dat vanochtend al gedaan? Ik ga nog een keertje douchen. Ja. Heb ik vanochtend al gedaan, maar we doen het gewoon nog een keer. Je doet wel 2 keer per dag? Ja, zeker. Sla je ja. ook wel eens een dagje over? Douchen niet, maar haren wassen wel. Ik haat dat echt. Doe het eigenlijk maar 1 keer per week. En zeg maar van onderen, besteed je er extra aandacht aan voordat je een date hebt? Nou ja, ik hou wel van geschoren, dus dat sowieso. En ik heb echt Spaanse haargroei, dus ik moet eigenlijk echt gewoon elke dag scheren. Okay. Als ik dat een beetje wil bijhouden. Maar ja, ik ben dus wel van het scheren. Spaanse haargroei, fantastisch. Ja. En doe je dat dan elke dag of een paar keer per week? Nou, ik heb wel, ik moet zeggen, voordat ik een relatie kreeg, was ik altijd van het scheren, ook mijn benen netjes bijhouden. Nu ben ik daar wel iets lakser in geworden, maar ik doe het zeker wel om de zoveel dagen. Ja. Ja, dat is bij mij dus ook wel echt nodig. En bijvoorbeeld van de onderkant, ga je dan ook voor een extra frisse poes? Of... Ja, tuurlijk, ja. Je hoopt natuurlijk dat er wat gaat gebeuren vanavond. Dus die maken we wel extra goed schoon. Hoe was je het dan? Met water normaal gesproken, ja. Het kan prettig zijn, ook vooral voor je gevoel en voor de beleving. Mm-hmm. En om gewoon zelfverzekerd voor de dag te komen. En net nog even een frisse tasje op te geven met een wasemulsie. Mm-hmm. Zal ik hem je gewoon mee de douche geven? Ja, kom maar op. Oké, het uittesten. In de douche denk ik meestal aan... Niks. Ik weet niet waar ik aan denk als ik aan het douchen ben.
Ik denk dat het een beetje zen momentje voor mij is. Rustig of gehaast? Rustig. Samen of alleen? Alleen. Koud of heet water? Heet. Scheren of lekker wild? Nee, scheren. Kaal of streepje? Kaal. Seks of mediteren? Dan toch seks. Gekste ooit gedaan onder de douche? Geplast? Ik ben een doucheplasser. Dan kom ik wel even spieken hoor. Hoe jij dat allemaal zo, doet. Zo, ik ben weer lekker fris. Lekker fris en fruitig. Nu is de beurt aan de make-up. Hey, maar als je zo in de spiegel kijkt, hè, waar ben je dan heel trots op? Dat je zegt, nou daarmee, dat gooi ik in de strijd vanavond tijdens mijn date. Mijn lach. Ja, je bent wel een stralende persoonlijkheid volgens mij ook. Dankjewel. Hey, maar we hadden het net even over jouw Spaanse haargroei. Oh ja, mooi onderwerp. Nou, je hebt dus tegenwoordig heb je die hele mooie hoog uitgesneden badpakken en zo. In Spanje draagt ze dat ook heel veel. Ja, en dan zie je bij mij gewoon die stoppels, die gaan zo wat naar mijn kont toe. Ja? Nee, ik heb dat echt wel, zeg maar, ver naar buiten. Dus ja, dat kan je wel scheren, maar je ziet toch dan de haarzakjes zitten. Een soort van baard zo. Ja, zo'n heel mooi... Nee, ik overdrijf. Nee, het is niet zo erg. Maar ja, ik heb wel denk ik wat meer dan normaal. Ja. En elke zomer denk ik weer, deze winter begin ik met laser. En in de winter denk ik, joh, het valt wel mee, dat komt wel. En ik heb er elke zomer weer spijt van. Tik je zenuwachtig op, doe ik even. Doe ik even. Opgedirkt of casual? Opgedirkt. Voorbereid op alles of geen verwachtingen? Geen verwachtingen. Koffiedate of dinnerdate? Dinnerdate. Op een openbare plek of gewoon thuis? Openbare plek. Bellen of appen? Bellen. Heb je ooit een blind date gehad? Ja. Nou, gooi je haar los. Ja, je bent prachtig. Nou, als vrouw naar vrouw kun je dat wel gewoon zeggen, toch? Dus gewoon, je ziet er prachtig uit. Dank je. Ja. Ik moet ook zeggen, als ik lekker opgemaakt ben en iets aan heb waar ik me goed in voel, dan, ja, dan straal je dat volgens mij ook uit. Ik voel me zo gewoon het lekkerst. Ja, lekker in de make-up, lekker in de stijfers, ja. Nou, maak er een mooie passionele avond van. Muchas gracias. En mocht je nou die zweetdoos krijgen, dan kun je deze in je zak steken. Oh. Geweldig, dankjewel. Oh, ik heb zo gelachen om die zweetdoos. Heb jij naar de vorige aflevering gemist? Die is ook echt het kijken waard. Klik dan hier. Volgende week zijn we er weer, dus die wil je niet missen. En hoe ziet jouw poesroutine er dan uit? Lekker body lotion, zeg maar, eromheen wel smeren dat het gewoon wel een beetje lekker ruikt daar zo. Oh, en, slim. Ja. Ja.